sta ik bij Anja Lubach. Je bent directiesecretaresse bij Damen Ship Repair. Ik ga mij melden vandaag voor een rondleiding op de open dag, hè? Ja, welkom. Vandaag ben ik niet alleen de directiesecretaresse, maar ook jullie gastvrouw. Hartstikke welkom hier op onze werf. We hebben deze week de Week van de Scheepsbouw gehad. Ja. En dit is de laatste dag van deze week. En dan geven we iedereen de gelegenheid om eens een keer een kijkje te komen nemen op onze werf. Ja. Ik ga me straks aanmelden voor de rondleiding. Met wie ga ik lopen? Je gaat een rondje lopen met Alston Persat. Ja. Alston is een van onze jonge werkvoorbereiders. Hele jonge, enthousiaste gast die jou met heel veel plezier kan vertellen waar we hier aan werken. Ja. Wat kan ik verwachten? Wat ga ik allemaal zien? Je gaat een rondje lopen langs onze dokken. We hebben verschillende dokken, gegraven dokken en drijvende dokken. We hebben zelfs een overdekt dok, ja, waar we momenteel bezig zijn om die voor een groot deel te vernieuwen. We hebben ook wat nieuwe kranen aangeschaft. Die zijn allemaal opgesteld en geschilderd. Dus het eigenlijk gaat hartstikke goed. Ja, het gaat goed, hè? Het gaat goed met het... Ja, het gaat hartstikke goed. Het gaat ook zo goed dat we nieuwe mensen zoeken. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze even kijken op onze website. Op de website, ja. Goed, ik ga me aanmelden. Allemaal een helmpje op, hè? Ja, ik zou zeggen, snel naar de portier. Kun je inschrijven, krijg je een helmpje op. En dan ga je lekker een rondje lopen hier op de werf. Anja, bedankt. Hè. En je hebt het druk vandaag? Ja, we hebben het hartstikke druk. We hebben gelukkig heel veel aanmeldingen binnengekregen. Dus er komen nog heel veel groepen zometeen. En die ga ik allemaal welkom heten. Oké, dankjewel. Je bent Alston van Damen. Ja. Wat zijn ze hier aan het doen met dit schip? Ja, we zijn nu bezig de zuigsysteem aan het modificeren, aan het verlengen ook. We zijn de kranen een jaarlijkse service aan het geven. De onderwatergedeelte wordt ook gemodificeerd, dus we doen ijzerwerk aan de binnenkant. We zijn aan de buitenkant aan de schroef aan het werken. We zijn de schroeven aan het vernieuwen. Ankerkettingen worden vernieuwd. Dus het is een heel groot project. Ah, het is een soort APK voor een schip. Het is een soort APK voor een schip, ja, kun je wel zeggen. Ja. Ja, voor de rest is het is allemaal normale dingetjes ook die moeten gebeuren. Dus controles van metingen, van diktes en noem maar op. Kun je zeggen ook, laten we zeggen, in het stuurhuis zit heel elektrische werk. Dat zijn ook allemaal andere aannemers die voor ons komen werken. En je hebt de schilderswerk, die moet er nog gebeuren, dus dat is een hoop werk, ja. Ja. Dus dat, als we naar achteraan lopen, dan zie je in de dok wat de jongens mee bezig zijn aan de achterkant. Wat is jouw eigen functie hier? Mijn functie is werkvoorbereiding. Dus al het voor de schepen komen, ja, doe ik al het werkvoorbereiding in het werk. Dus tekeningen voorbereiden, het werk voorbereiden, materiaal bestellen, planningen maken. Je bent een belangrijke man. Je lijkt meneer Dame zelf wel. Ik ben een tussenpersoon. ja. Klopt. Nee, maar ik werk via de projectleider en de bazen. En als ze informatie willen, dat zoek ik even uit. Hier zie je, dit is ons grootste dok. Het is 310 meter. Het kan ongeveer 160.000 ton, metric ton hebben. Dus van het gewicht van een schip. En hier af en toe doen we ook 2-3 schepen tegelijk in de dok. Dat kan ook. Ja. Het is niet overal gewerkt, want hoeft ook niet. Dus dan zeggen ze 20-30% gaan we bijplekken en daarna een nieuwe lach erop zetten. En dan mag hij weer uitvaren. Kom, dan gaan we even naar beneden, jongen. Het gaat regenen.
ziet overal is allemaal van de Volvo Dexa, van de Volvo Delta wat we hebben gezien bij Dock 7. Dat is, hier ligt de Davids, zijn we bussen aan het veranderen, vernieuwen voor. De boekschroef van achter zit er ook in. Ze heeft twee boekschroeven, hebben we eentje nu eruit gehaald om te overhalen. De ankel hier zit helemaal uit elkaar en die gaan we compleet overhalen ook. Assen vernieuwen, bussen vernieuwen. Dus hier aan die kant zie je de machines, de draaimachines, de kottermachines. En als we even doorlopen, dan kunnen we dat al even bekijken ook. Wat dat zit. Ik hoor dat u de kasten hier herkent, hè? Is dat zo? Ja, die kasten komen me zo bekend voor, want dat in de tijd van de fuseren van de machinefabrieken, die van de RDM en van Wereld en Feyenoord, die zijn toen naar Heijplaat verhuisd. En daar herken ik de kasten aan. En u heeft daar gewerkt? Ik heb bij de RDM gewerkt, ja. Hoe vindt u het om weer hier bij Dama te kijken? Ja, best interessant. Sinds het faillissement heb ik eerst nog bij Keppel van Rommel gewerkt. En nu werk ik bij IAC in Sliedrecht. Ja, ik zit nog steeds in de scheepbouw. Ja. Een beetje heimwee naar de groene kasten hier. Nou ja, wat blijft toch trekken. En, nieuwsgierigheid? Ja, nieuwsgierig. Het is voor het eerst dat ik hier jaarlijk bij Wildom ben. Was u draaier op de draaibank? Ik ben begonnen als frezer op de leerschool. En zo ook als kotteraar nog een jaartje extra gedaan op de leerschool. Want zo begon iedereen vroeger. Ja. En zo bij de RDM in de werkplaats begonnen als kotteraar. En later werkmeester in de grootmachinale. In wat verhaal zijn we hier? Ja, dit is de scheepsbouwloods. Hier wordt de meeste onderdelen, de ijzeronderdelen, de staalonderdelen eruit gehaald en al voorbereid om aan boord te worden geplaatst. We maken ook secties hier, we maken ook kleine onderdeeltjes. Dus laten we zeggen, als we een achterschip of een stukje van voorpiek willen maken, dan doen we dat voor aan die kant, waar een grote werkplaats staat om op te bouwen. Hier branden we al onze onderdelen aan deze kant. En je ziet ook de platvelden die overal speciaal materiaal hier en het dun materiaal aan de andere kant. Wat is nou het grootste onderdeel, ijzeren onderdeel? Dat zijn natuurlijk de grootste de platen die van de staalfabriek komen. Hè? Hoe groot zijn die? De grootste mate die we hier naar binnen kunnen krijgen is 12 meter bij 3 meter breed. En dat weegt? Dat weegt ongeveer tussen de 2,5 ton naar 4 ton, 5,5 ton. Ja. Ik sta bij Bram, u heeft hier gewerkt, hè? Was het leuk hier? Toen de tijd was dat heel erg leuk, ja. Welke tijd was dat? Vanaf 1965 tot 1977. Is het daarna minder leuk geworden? Ja, toen kreeg ik allerlei fusies met Rijnschelde, Verholm en dergelijke. En ja, toen werd ik zelf ook overgeplaatst naar het RDM. Moest je 3 ploegendienst gaan draaien en daar had ik dus geen trek in. En ja, ik was toen nog een jonge vent en ik kon werk krijgen waar ik maar wilde. Dus toen ben ik dus weggegaan. En heeft wel een leuke tijd gehad. U hoeft nou niet meer te werken? Nou, nog een jaartje misschien. Nog een jaartje? Ja. Toch een beetje heimwee als je hier staat? Ja, het is altijd leuk. Ja. Ja, het is altijd imposant natuurlijk, altijd hele grote en dat zware gebeuren. Dat, ja. Maar leuk om eens te zien. Alles gaat op de fiets hier, hè? Alles gaat hier op de fiets, ja. Ja. We transporteren onszelf allemaal op de fiets hier. Het is makkelijker tijdverbonden ook. Als je snel moet ergens zijn, en makkelijker om de fiets te pakken, ja. Heb je eigen fiets of pak je zomaar een fiets? Nee, we hebben allemaal onze eigen fiets. Ja? En dat wordt allemaal door de technische dienst geregeld. Dus iedereen een transport heeft, want we kunnen af en toe naar de overkant rijden. En dan moet je ook van buitenaf rijden, want kunnen we niet door de huisman rijden. Dus dan moet je wel toch even een transportje hebben. Ja. Ik kom ook een paar jonge gasten tegen, de jongste in de ploeg. Hebben jullie iets met scheepsbouw? Eigenlijk nog niet, maar ik ben wel van plan misschien om het in de toekomst als opleiding te gaan doen. En dan in combinatie met werken en met leren. Echt de techniek in, bedoel je, ja, de draaibank? Met mijn handen bezig ben, en, maar niet op kantoor of wat dan ook. Gewoon echt lekker bezig zijn met je handen. Ja. In zo'n hal als dit? Wat zegt u? In zo'n hal als dit? Ja, inderdaad, zo als dit, metaalbewerking en eigenlijk dat soort dingen. Nee, deze worden zo. En in wat voor hal zijn we hier aangekomen? Nu zijn we in de gesloten hal eigenlijk, met het dak eroverheen.
zodat de schepen allemaal droog kunnen blijven. Dus hier komen extra dingen bij kijken, net als extra lampjes bouwen en noem maar op, de boel droog houden eigenlijk voor in de winter en in de slechte tijden voor het slechte weer. En we worden hier in de hal ook secties gebouwd. Er worden twee dokken gebruikt om secties te bouwen. Maar deze is eigenlijk de main gebouw voor het sectiebouw en de grote werkzaamheden die we binnen moeten doen. Die betonnen wand is helemaal waterdicht, hè? Ja, de betonnen wanden zijn allemaal waterdicht. En eigenlijk zijn er tussenwanden, want aan de andere kant zitten er pompkamers. Ja. En ook kraanbanen. Dus het is vier gesloten ruimtes naast elkaar. En er kunnen water ingepompt en uitgepompt worden ook uit deze muren. Ja. Ja. Het lijkt me zo'n gek gezicht dat hier water staat. Hè? Je staat nou vlak bij de trap. Moet je je voorstellen, die trap staat ook in het water. Dus je kan zo het water inlopen. Dat is ook wat. Ja, je kan zomaar het water hierin inlopen, ja. Maar het wordt wel al afgesloten wanneer een schip er binnenkomt. En er wordt ook met borden aangegeven dat daar vandaag niet kunnen geworden worden in de dok. Dus dat wordt wel vooraf gesteld. Maar ook, je ziet, al het materiaal moet speciaal zijn, het moet waterbestendig zijn. Ja. Het mag niet zomaar wegroesten, want het moet een paar jaar meegaan. Ja. En hier staan we in het hoofdgebouw, hè? Dit is het hart. Waar de mannen op kantoor zitten. Wat is dit voor een kantoor? Dit is de bazenkantoor. Hier zitten alle bazen en de voormannen die het echte werk gaan beneden, ja, buiten op productie gaan aanzetten. Dus je kan zien, er zijn een heleboel computers en een heleboel papierwerk. Ja. Die van de projectleiders en de werkvoorbereidingen komt van de andere kant van de kantoor. En hier wordt het verwerkt naar de echte productie. En ja, hier sturen al de mensen aan op het werf. Vroeger had je tekenkamers, grote tekenkamers, grote borden met haken en papieren. Is dat niet meer? Nee, tegenwoordig is dat allemaal digitaal geworden. We tekenen allemaal op AutoCAD, dus een programma om mee te tekenen. En dan zie je van alles gebeuren, dan kunnen we gelijk uitprinten en dat gaat de productie in. Ja. Dus er komen gewoon wel weer grote papieren uit de rollen? Ja, heel veel. Ja. Heel veel, ja. Dus het is wat anders dan vroeger, dan alleen maar tekenen. Ja.